Welkom bij Thuiswinkel TV. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over het herroepingsrecht en zal ik de meest gestelde vragen van leden behandelen. Het herroepingsrecht. Wat is het herroepingsrecht eigenlijk? Het herroepingsrecht is het recht van een consument om een aankoop op afstand binnen 14 dagen te annuleren. Dat betekent dat hij het recht heeft om zijn aankoop redenvrij te ontbinden. De termijn begint te lopen de dag na ontvangst van een pakket. En het is dus ook zo, de consument moet het pakket in ontvangst hebben genomen. Het herroepingsrecht begint niet te lopen op het moment dat een buurman het pakket in ontvangst neemt of dat het pakket is afgeleverd bij een ophaalpunt. Nee, het herroepingsrecht begint te lopen de dag nadat de consument het product fysiek in ontvangst heeft genomen. Het herroepingsrecht is een recht voor overeenkomsten op afstand. Dat betekent dat als een consument iets koopt online, dan heeft hij het herroepingsrecht. Als je dus in een winkel iets koopt, heeft een consument in principe geen herroepingsrecht. Als hij dit wel heeft, is dit een service van een winkel, maar geen wettelijk recht. Wie heeft het herroepingsrecht? Zakelijke klanten hebben het herroepingsrecht in principe niet. Dit recht geldt alleen voor consumenten. Hoe kan een consument nu gebruik maken van zijn herroepingsrecht? Een consument kan simpelweg op een duidelijke manier tegen de verkoper vertellen. Ik wil gebruik maken van mijn herroepingsrecht. Ik wil mijn product retourneren of ik wil mijn aankoop annuleren. Hij moet dit op een ondubbelzinnige wijze doen en dat betekent eigenlijk gewoon een duidelijk mailtje of zelfs een telefoongesprek als je maar duidelijk maakt aan de verkoper: "Ik wil gebruik maken van mijn herroepingsrecht." Op het moment dat de consument dit meldt aan de verkoper, vanaf dat moment heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product ook daadwerkelijk terug te sturen. Het herroepingsrecht, die periode, dat kan dus wel betekenen dat een verkoper zijn product 28 dagen lang kwijt is. Een consument heeft 14 dagen om te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht en zijn aankoop wil annuleren. En dan op het moment dat hij het heeft gemeld, vanaf dat moment heeft een consument nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk terug te sturen naar de verkoper. Ik denk dat de meest gestelde vraag wel is uh, van webshops, wat mag een klant nou precies doen met het product binnen die herroepingsrechtperiode? Nou, een klant mag het product natuurlijk niet in gebruik nemen alsof het zijn product is. Een klant mag schoenen mag hij passen, dan mag hij een rondje meelopen in zijn woonkamer in een veilige, schone omgeving. Maar hij mag er niet mee op straat gaan wandelen, dat zou je ook niet in een fysieke winkel mogen doen. Dat in, wat je in een fysieke winkel met een product zou mogen doen, dat is eigenlijk het uitgangspunt van het herroepingsrecht. En wat een consument dus met een product mag doen binnen dat herroepingsrecht. Een consument moet het product kunnen beoordelen, zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen, en moet kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Wat als een consument nu verder gaat? Als een consument verder gaat binnen het herroepingsrecht en een product in gebruik neemt en daardoor een waardevermindering optreedt, dan betekent dat niet dat je een retour mag weigeren als webshops. Sinds 2014 is het niet toegestaan om een retour te weigeren. Ook niet als je dus een retour beschadigd terugkrijgt, of een retour die in gebruik is genomen, of een retour die zelfs helemaal vies is. Een retour weigeren is uitgesloten. Het gevolg van een geretoneerd product die beschadigd is of voor meer is gebruikt dan nodig om te beoordelen of de consument hem mensen te behouden, dat is een waardevermindering. Je kan dus een waardevermindering op het aankoopbedrag toepassen en alleen. Dat bedrag teruggeven. Stel je voor, de schoenen waren 100 euro, die komen afgetrapt terug. Nou, ik kan me voorstellen dat die schoenen die afgetrapt zijn, dat je die nergens meer kan verkopen. Dat die niet meer verkoopbaar zijn. En dan betekent ook dat de waardevermindering 100% is. Stel dat een webwinkel een koffiezetapparaat gebruikt terugkrijgt. Dan zal een waardevermindering zeker niet 100% zijn. Maar kan je je voorstellen dat die, dat koffiezetapparaat alleen nog maar tweedehands kan worden verkocht? En dat daarom een waardevermindering van bijvoorbeeld eh, 10 tot 20 procent gerechtvaardigd is. Dit is zeker zeer casusgevoelig en moeilijk om in algemene bewoordingen te zeggen. Het is in ieder geval belangrijk om, om in de gaten te hebben dat een product, als die voor meer is gebruikt dan noodzakelijk, je een waardevermindering als webshop moet doorbreken. Geldt het herroepingsrecht voor alle producten en diensten? Nee, zeker niet. Wil je daar meer over weten? Lees dan vooral artikel 10 van de Algemene Voorwaarden van thuiswinkel.org. Daar, daarin staan alle uitzonderingen op het herroepingsrecht. We krijgen ook altijd veel vragen over de vraag welke verplichtingen een ondernemer heeft binnen het herroepingsrecht. Wat moet een ondernemer bijvoorbeeld terugbetalen als de consument zijn product retour stuurt? Een ondernemer, een verkoper op afstand, de webshop, moet. Het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terugbetalen. In de wet staat dat de ondernemer alle gedane betalingen terug moet betalen. En daaronder worden dus ook bestaan bijvoorbeeld de transactiekosten omdat iemand gebruik maakt van achteraf betalen. Belangrijk is om te weten het hele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending. De retourkosten komen in principe als je dat op je website zet voor rekening van de klant. Dus die hoef je niet terug te betalen. Mijn laatste advies aan webshops is om je herroepingsrechtpagina goed en kritisch te bekijken. De gevolgen van het niet voldoende en niet helder informeren van jouw klanten over het herroepingsrecht is groot. Het kan betekenen dat de retourtermijn niet 14 dagen is, maar in plaats van die 14 dagen 12 maanden. Wil je dat als ondernemer voorkomen? Word lid van thuiswinkel.org, wij certificeren jouw website.